de dag van de dienstverlening. We zien heel veel materiaal hier staan, mooie materiaal. Ja, en actieve mensen die allemaal willen vertellen wat ze doen. Is dat belangrijk voor nieuwe bewoners? Ik denk dat het voor nieuwe bewoners belangrijk is. Het gevoel dat er voor hen ook gewerkt wordt. En dat er aandacht wordt besteed aan hun woon- en leefomgeving. Nou, deze omgeving laat het ook zien. We hebben ongeveer 100 medewerkers in de buitendienst die er elke dag voor zorgen dat de plantsoenen er fatsoenlijk bij liggen. Dat het vuil wordt opgehaald, dat de straat geveegd wordt. Dat er alles van een goede kwaliteit is, in ieder geval van een redelijke kwaliteit. Mensen die zich feitelijk elke dag opnieuw inzetten om het leven, wonen, werken, recreëren hier in Kampen tot een feest te maken. En wat ik me afvroeg, dat moet u vast al weten, want straks wordt er ook bekendgemaakt of er nog nieuwe ideeën waren. Hoe zat het met die ideeënbus? Nou, dat ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Vanmiddag zullen we kijken hoeveel ideeën dit oplevert. Wij staan altijd erg open voor ideeën. Mensen doen ook hun eigen ervaringen op als het gaat om de gemeente. Maar dat bleek vanmorgen al bijvoorbeeld. Ik maakte een rondje, ik had gesprekken met allerlei mensen. Die zeiden van, let bijvoorbeeld op de mensen die alleengaand zijn, zonder werk komen te zitten. Fijn dat we een uitkering krijgen, maar we zouden heel graag veel meer vrijwilligerswerk willen doen. We willen best een collecte lopen bijvoorbeeld of andere zaken doen. Ik denk dat daar soms heel veel in zit om te kijken van, nou, kunnen we niet veel creatiever omgaan met de bereidheid van mensen om iets voor een ander te gaan doen. Ik denk dat wij daar zelfs als TV IJsselmond misschien wel een beroep op gaan doen dan. Nou, wat ik ook hoor van dit type mensen is dat ze natuurlijk heel veel kwaliteiten hebben. En dat zij het eigenlijk heel jammer vinden dat op die kwaliteiten geen beroep wordt gedaan. En bovendien is het ook voor hen, voor hun eigen toekomst belangrijk. Want als zij op hun curriculum vitae, hun levensloop kunnen zetten, dat ze misschien in een tijd waarin ze geen baas hadden, maar wel allerlei activiteiten hebben kunnen ontplooien, dat kan weer meewerken om hen aan een nieuwe baan te helpen. Dus op deze manier snijdt het mes aan meer kanten. En waarschijnlijk een zonnige toekomst. Zo hoop ik dus dat er nog veel meer ideeën zullen worden aangereikt waar we met elkaar het nodige mee kunnen. Want de gemeenschap van Kampen, we zijn het samen. Twee dames die als nieuwe inwoners van Kampen ook op deze dag komen van de dienstverlening van Kampen. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Ik kom uit Zwolle. En nu in Kamp? Ja, IJsselmuiden. Is eigenlijk gemeente Kampen, hè? Ja. En waar komt u vandaan? Emmeloord. Geboren Kampenaar. Terug naar Kampen dus? Na 52 jaar zijn we teruggekomen. Dan wil ik ook weten van waarom ga je daar weer terug? Omdat ik heb me daar nooit thuis gevoeld. Ondanks dat ik er een moeder vakschool had. En best wel gezellig gewoond heb. Maar mijn wortels liggen hier. Vandaar. Ja, dan kom je weer terug. En uit Zwolle naar Kampen, dat hoor je niet vaak. Nee, maar wij waren op zoek naar een huis met een badkamer en slaapkamer beneden, omdat ik slechte been ben. En we wouden eigenlijk toch niet in een appartement. En dat heb je hier. Dus vandaar dat wij zo in IJsselmuiden terecht zijn gekomen. Wij kenden het niet. Mijn man die komt wel van vroeger, is die in Kampen geboren, maar verder dan niet opgegroeid. Maar ik vind het geweldig. Ik vind het echt een heel fijn dorp, IJsselmuiden. Dat klinkt in ieder geval heel goed. Maar zijn er speciale dingen waarvan u zegt van dat spreekt me bijzonder aan? Nou ja, het ruime wonen. Het is allemaal ruim opgezet. Veel groen, wat ik ook heel fijn vind. Ja, en wat ik ook heel erg leuk vind, dat ben ik helemaal niet gewend, is als je aan het fietsen bent en je komt mensen tegen en dan zeggen ze hoi, hallo, doei. En dat vind ik ook zo leuk. Dat was in Zwolle niet? Nee. En hoe was dat in Emmeloord? Ook wel gezellig, maar ja, het was daar meer een komen en een gaan. Het is hier echt een gemeenschap en dat heb ik daar nooit gehad. Ondanks mijn moeder vakschool, heel goede school gehad, maar toch. Het was een mooie dag, in ieder geval vandaag. Dus u kon ook horen van wat Kampen allemaal te bieden heeft. Ik hoop dat u nog heel lang Kampenaren blijft. Ja, dat hoop ik ook. Het gevoel zegt dat ik hier niet meer weg ga. Dus. Dat klinkt goed. Dank u wel. De dag van de dienstverlening geldt natuurlijk ook voor de stadswacht. Want als er één dienstverlening verleent, dan denk ik van dat toch de stadswacht het is. Ja, wij doen veel dienstverlening.
We zijn eigenlijk een zijtak van de politie. Wat als ze op een gegeven moment dingen doen met calamiteiten, met evenementen. Ook hier willen wij ons ook weer aan mensen bewijzen wat dan wij dus doen. Zowel voor mensen die als verloren goederen hebben, fiets kwijt zijn. We willen eigenlijk een leefbare kampen hebben, vooral ook in de binnenstad. Hoe groot is het korps eigenlijk van de Stadswacht? Als ik het goed tel, zijn het er nu 13 binnen onze korps. En elke dag bezig en druk met vragen beantwoorden? Ja, veel vragen beantwoorden, veel oude straten, toch mensen wijzen dat ze niet mogen fietsen. Een andere die doet het fietsenproject, de andere is met de verloren voorwerpen bezig. Dus we blijven altijd druk en ook vooral mensen die dus parkeervergunnings ophalen. Er zijn ook weer aparte mensen, parkeercontroleurs. Dus het is echt een dagtaak wat dat is, van 8 uur. Nou, wat dat betreft dan denk ik dat we u zeker nog weer tegenkomen. Of in de stad of ergens waar jullie nodig zijn. Ja, zeker. Want het is altijd... je kunt niet zeggen mei is een drukke maand. Nee, het blijft altijd druk. Het is altijd... wordt er weer gevraagd. Het kan zo weer een telefoontje binnenkomen als daar, of we daarheen willen. Of een begrafenis begeleiden. Of zoals gisteren, er komt 500 man bij de Bovenkerk om daar even toezicht te houden. Het moet allemaal wel veilig. Want er zijn altijd weer mensen rond de Bovenkerk die als even weer met de auto er langs moeten of wat. Dus allerlei soorten manieren proberen wij dat in goede banen te leiden. Nou, ik wens u nog heel veel succes met zo'n belangrijke taak. Ja, dank u wel.